bars van voetbalclub SV Spero uit Elst zijn woensdag geopend. De vrijwilligers die hadden meegeholpen met de bouw waren daarvoor uitgenodigd. De oude kamers van de voetbalclub waren in slechte staat en aan vervanging toe. Maar het project ging niet van een leien dakje. Het idee voor nieuwe kleedkamers ontstond al in 2015. De verbouwing werd lastig gemaakt door problemen met aannemers en financiële tegenslagen. De bouw werd uiteindelijk gestart aan het einde van 2017. In totaal heeft de voetbalclub nu 16 kleedkamers voor een om en nabij 1450 leden. Zij hebben tijdens de verbouwing omgekleed in bouwketen. Gelukkig waren er nog wel een viertal douches op het terrein.